In het Klein Walsertaal kan je ook prachtig wandelen. En dat is dan ook wat ik deze dagen ga doen. Ik ga een wandeltocht maken in het dal met een wandelgids. En zelf hierboven lekker genieten van de prachtige bergen. Ik geniet tijdens mijn klim naar de Walmendingerhoorn van de prachtige bergen hier. Vandaag word ik hier zelfs getrakteerd op een prachtig wolkenspel. Nou, in het zonnetje kom ik boven op de berg. Dus kijk eens aan. Wat mij opvalt in het Klein Walsertaal zijn de vele wandelmogelijkheden voor zowel families als de meer gevorderde wandelaar. Ik daal snel weer af naar het dal, want daar wacht mijn wandelgids voor het middagprogramma. Ik kom nu langs allemaal mooie oude Walserhuizen. Dat is echt wel bijzonder. Die zijn een paar honderd jaar oud. Zo Danielle, wat brengt ze ons hier? Oh, een rijtje heimen in Walsenheim. Daniela weet tijdens de wandeling enorm veel over de natuur te vertellen. Zowel over de dieren als de planten en het bos. En dan zien die zaffen immer ganz zerfletterd aus und gängen und die Möglichkeit die Eier abzulegen, dan kunnen ze einfach. En dat is leuk in het Klein Walsertaal, dit soort tochten kan je dus extra boeken en dan kan je meegaan. Zo leer je ook nog wat over de omgeving. Ik ga snel weer luisteren. Interessant. Dit blad, dat heeft een koelend effect. En vroeger gebruikten ze dat om boter te koelen. Maar ja, je voelt het echt, het koelt. We lopen nog een stukje verder omhoog tot een hutje voor een kleine pauze. Hier laat Daniela ons haar eigen gemaakte thee van lokale kruiden proeven. Zo werd het een afwisselende dag met twee heel verschillende wandelingen in het Klein Walsertaal.